Leuk dat je kijkt naar deze week vlog. Geef alvast een duim omhoog en abonneer op ons kanaal. Dus kijk maar. Oh, voordat jullie beginnen met de weekvlog, heb ik nog een kleine aankondiging. Woensdag om 4:30 gaan wij de grote paardenquiz doen van Kim en Rick. Wij gaan hierbij de winnaar een t-shirt geven. Maar om aan deze quiz mee te doen, moet je wel de uitlegvideo kijken van hoe je kan meedoen aan deze quiz. Sorry voor de onderbreking, veel plezier met de weekvlog. Ik zit vandaag op Binky-knappers. En zonder Woody Protector, yay! Durf je het aan? Mag wel aan hoor. Durf het aan, met Binky durf ik het aan. Nou ja, je mag ook zo met. Dan durf ik heel de wereld aan. Ja, spannend. En Siri is er vandaag. Siri die komt even gezellig kijken, hè Siri? Helemaal leuk. Nou, oké. Veel plezier en succes in de bak. Zo, daar hebben we Tess. En Tess die is zonder zadel aan het rijden in de les. Hoe cool is dat dan? Van Binky. Zo, Tess moet ook in draf. Tess vindt het een beetje spannend, geloof ik. Je kan het! Yay! Binky denkt dus wel heel langzaam. Zondagochtend en Janeesje is nog helemaal in rusten. Onze paardjes staan aan de andere kant hoor, daar. Maar ik vind het ook wel een soort leuk gezicht hoe de ponies hier dan nog gewoon rustig wakker aan het worden zijn. Koos verkiest er weer voor om zijn eigen grasprietjes te zoeken. En voor de rest is er nog niemand. Maar rust, heerlijk. Alice? 1, 2... Tessa heeft vreemde ideeën over wat paarden zijn. Zijn kasten. Wat zijn kasten? Frona ligt helemaal vol met allerlei kasteltjes. Nee, Tessa is niet gegroeid. Ze staat gewoon op een krukje. Hoi. Ik ga vandaag weer eens op Vrouwtje zitten, hè? Eerst ik even, omdat het heel erg waait. Dus eigenlijk weinig ruimte buiten is om iets te doen. En ik ook Tess niet gelijk op Frona de eerste keer zonder enige voorbereiding erop wil zetten. Dus ik ga eerst even kijken en als alles goed gaat, dan gaat Tess even rijden. En ik alleen even stappen en anders dan houden we het even bij stappen. Hé, Rijntje? Ja. Zin in? Ja. Ja. Een heel mooi moment. Vrouwtje doet het weer. En Tess is lekker even op de aan draven. Ik heb eerst eventjes na 5 minuutjes erop gestapt, even kijken hoe ze was. Als ze niet eens heel raar ging doen, want het is natuurlijk heel erg waait vandaag. Het is echt rot weer. Ik dan weinig zin heb in een klein vliegend meisje. Maar Veroon is zoals Veroon altijd is, mega braaf. Ja, ze steekt wel de tong uit, maar ik vind het wel heel wat dat ze gewoon weer zadel op heeft. Dat je erop zit en dat je draaft. Dat is wel heel wat. Het is helemaal fantastisch dit. Nou, het is zover jongens. Ja, man. Rick gaat auto rijden. Gaat in de auto. En daar gaat hij. Hij is heel zenuwachtig. Heel zenuwachtig. Het is vandaag donderdag. Ons Kimmetje is even lekker in de springles bij Parents. Hij heeft natuurlijk allemaal weer spannende dingen neergezet. Vond je de weekvlog leuk? Geef dan een duim omhoog en abonneer op ons kanaal. Dus doei!